umpire is Sven Serré, Belgium. Service judge Jeroen Hubrechtsen, also Belgium. U hebt twee van deze dames ook al eerder vandaag aan het werk kunnen zien, want Selena Piek die won in haar eerste match samen met Jaco Arends het mixed dubbel tegen Jellema's en Iris Tabeling. En die Iris Tabeling krijgt nu dus een herkansing. Maar het wordt niet gemakkelijk, want Eefje Muskens en Selena Piek zijn 12e op de wereldranglijst. En vorig jaar verloren ze hier de halve finale, waarna ze een reeks van 5 opeenvolgende toernooiwinsten noteerden. Ze wonnen samen dit jaar al de Swedish Masters. Op het wereldkampioenschap onlangs in Denemarken bereikten zij de kwartfinales en op het Europees kampioenschap pakten ze brons. Eefje Muskens en Selena Piek zijn actief in de Duitse en Engelse competitie. En aan de andere kant hebben dus ook twee Nederlandse dames, Samantha Barning en Iris Tabeling. Zij staan 46e op de wereldranglijst en ze hebben al dit jaar het Dutch International gewonnen. Dames en heren, bent u klaar voor de laatste finale van vandaag? Een Nederlands onderhandje tussen Muskens Piek en Barning Tabeling. Ladies and gentlemen, on my right, Samantha Barning, Iris Tabeling, the Netherlands. On my left, Eefje Muskens, Selena Piek, the Netherlands. Iris Tabeling to serve to Selena Piek. Level, play.
One Love. Hold. Two Love. That was over. One, two.
is over. 3-4. Serve is over. 5-4. Over 6-7. Over. 8-all. Yeah.
Serve is over. 9-4. Serve is over. 10 game point. 9. Second game won by Samantha S.Barning, E.Tabeling, 11-9. One game all. Samantha in de eerste aangezien niet zomaar gisteren door de huurde van de eerste tijd. Ze hebben de stand van de evenwicht gebracht. Er staan dus 1-1 tussen de evenwicht tussen de Sederik en de Nederland. En Samantha S.Barning heeft de eerste aangezien aan de andere kant. We krijgen dus sowieso op 2-6. In deze moeilijke finale van het vrouwenvoetbalstuk. Zo meteen de derde set. Time is over. 1-4.
2-4. Over 5-6. Is over 6-7. Over 7-8. 8-all. Game point 8.
third game, won by E.Muskens, Selena Peak, 11-8. E.Muskens Peak, lead by 2-1. Over. 2-2. Over. 3-2. Come on.
Leuven. Is over. 7-5. That was over. 9-6. Time's over. 7-9. Eight,
time all. Match point 9. Time is over. 10 game points all. E.Tabeling, 11-10. Two games all. Steve voor de vierde set van het tegenkomt besteed in het voordeel van de Stadverbouwing in de E.Tabeling. We krijgen dus op deze voetbalwedstrijd en als we zetten de vijfde set. Zo meteen komt hij eraan. Het staat 2-2. Final game, level play. Serve is over, one love. Over, one all. Three, one.
2, 3. Match point 5. That is over. 6-10.
7, 10. Match won by Eefje, Muskens, Selena Peak, 11-9, 9-11, 11-8, 10-11, 11-7. Thank you. Knappe finale, aantrekkelijke finale tussen de twee Nederlandse duo's. En Eefje heeft het terrein al verlaten. Nog een beetje uitheigen, maar we gaan toch zo meteen met alle vier de dames richting het podium. Serena, tweede overwinning van de avond. Hoe voelt dat? Ja, fantastisch. Hier had ik de voorgaande toernooi gehoopt en het is uitgekomen. Dus ja, ik ben super blij. Beter kan niet. Nu kan ik het wel juist vragen. Jullie met z'n tweeën hebben de Swedish Masters dit jaar wel al gewonnen. Is dit nu belangrijker, deze overwinning? Ik weet niet of hij belangrijker is, maar hij voelt wel beter omdat we natuurlijk moesten wennen aan het scoresysteem. En als het ingevoerd, ja, halen we hier veel zelfvertrouwen uit voor de toekomst. Maar goed, ik vind hem even belangrijk en België. Het is geweldig om het te winnen. Dat horen we graag. We gaan al richting het podium. Eefje, hadden jullie toch iets meer moeite dan verwacht met jullie Nederlandse collega's en conculega's, zou ik zeggen? Nee, helemaal niet. Het is altijd lastig. Je traint elke dag met elkaar. Dus we hadden zeker gedacht dat het een lange wedstrijd zou worden. Maar jullie kennen elkaar sterke en zwakke punten natuurlijk, hè? Ja, daarom maakt het nog veel lastiger dan tegen anderen te spelen die je niet dagelijks ziet. Oké, dankjewel. Zometeen gaan we de prize ceremony hier laten plaatsvinden op ons podium uiteraard. We hebben daarvoor Bart Verschuren, de toernooidirecteur, bij ons. En ook een man, dames en heren. En ik zou vragen dat hij er heel even bij komt. Wouter Klaas, want jij hebt nog niet zo heel lang geleden een medaille behaald op het EK, hè? Ja, niet zo heel lang geleden. 2010. Dus toch wel een viertal jaar geleden, ja. Vertel eens, welke medaille en hoe zat dat allemaal? Dat was een bronzen medaille op het Europees kampioenschap in het gemengd dubbel. In het gemengd dubbel? Ja, samen met Nathalie Dekau, ja. Oké, en die medaille die heb je nog altijd ergens op een bijzondere plaats? Ik zou ze eigenlijk eens dringend op een bijzondere plaats moeten hangen, maar dat komt er nog wel van. Goed zo. Dames en heren, de prize ceremony van Women's Doubles. De verliezende finalisten, maar ze hebben zich zeer kranig verweerd. Uit Nederland, Samantha Barning en I.Tabeling. En het is Wouter Klaas die de cheque met de doos pralines erbij overhandigt aan Samantha en Iris. En de winnaars, ook uit Nederland, ze worden nu gefeliciteerd door hun coach trouwens achter het podium. Tweede keer prijs voor Selena Peak. En vandaag ook nog samen met haar partner Eefje Muskens hier, winnaars van het Women's Doubles. De trofee, de cheque, de pralines, de trofee, het fondsje van Leuven wordt overhandigd door Bart Verschuren, de toernooidirecteur van het Yonex Belgian International. Bart, het was de 10e editie. Ben je nu opgelucht dat het voorbij is, maar ook tevreden? Ik ben zeer tevreden dat we een fantastisch toernooi hebben gehad en ik zou eigenlijk alle vrijwilligers willen bedanken voor al hun inzet de afgelopen 5-6 dagen. Het was een fantastisch toernooi. Ik denk dat we vandaag meer dan 1000 bezoekers hebben gehad en ik hoop dat zeker voor de volgende editie terug waar te maken. Proficiat Bart en dames en heren, het Nederlandse viertal nog eens op het podium. Eefje Muskens, Selena Peak, Samantha Barning en I.Tabeling. En daarmee, dames en heren, zijn we aan het einde gekomen van de finale dag van de 10e editie van het Yonex Belgian International. Vergeet u niet bij het buitengaan aan het onthaal de enquête in te vullen over het nieuwe puntensysteem dat hier is uitgetest. En u weet het, u hoeft geen volledig kalenderjaar te wachten op
opnieuw badminton hier in Leuven, want het EK volgend jaar van 11 tot 15 februari hier in de Sportoase. Ik bedank tot slot alle vrijwilligers die dit toernooi mee hebben mogelijk gemaakt. Uiteraard ook de sponsors, referee Karsten Koch, deputy referee Daniel Saalberg, matchcontroller Julien Nijs, het personeel van de Sportoase en u natuurlijk het publiek. Komt u veilig thuis en tot in februari.